Jongens, we hebben een auto. Je ziet het goed. Wij, twee angsthazen in een auto. De afgelopen jaren heb je me vaker zien toppen met het autorijden en mijn rijangst. Uiteindelijk behaalde ik er na ruim 3 jaar mijn rijbewijs. Maar reed heel weinig. Nu is het de tijd. Ik ben gaan sparen en we hebben een auto. In deze video wil ik je een beetje meenemen in het verhaal en in mijn proces. Want vorig jaar uploadde ik een video waarin ik mijn rijangst aanging. Niet dat er iets aankomt, want anders gaat het dood. Ja, scooter. Hatsa! Wat doet hij weer even? Zo. Ik zit er weer. Hey. Dat is makkelijk. Beter als dat verwacht, toch? Lekker zelfverzekerd wel. Even een fotootje, jongens. Even een fotootje van het moment dat ik weer ben gaan rijden in mijn uppie zonder dat er iemand naast me zat die kon rijden. Wordt weer de volgende stap. Nou, bedankt dat je dit aandurft. Ik denk toch dat ik ergens automaat moet gaan rijden. Ja. Ik merk dat ik daar dus een beetje op stagneer. Dat ik nu toch te veel moet nadenken daarover. In die video had ik 2 conclusies. 1. Ik legde veel te veel druk op mezelf. En 2. Ik had een auto nodig. Maar financieel was dat toen nog niet echt te doen. Dus heb ik het een klein beetje laten rusten. Afgelopen zomer gingen we naar Antwerpen. Het OV wordt steeds drukker en wij worden er eigenlijk steeds geïrriteerder door. Dus we dachten, nu moet het een keer gaan gebeuren. Dat is leuk, hè? Voor een rijlesvideootje aankomen. Ja. Eerste klas en dan nergens kunnen zo zitten. Zo zat. Ah, ik ben net ook zat. Het slaat nergens op. Altijd. De hele eerste klas zit gewoon helemaal vol. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Zo erg. Ben je een reden om mijn eigen auto te nemen? Dat is bizar. En ze willen mensen de auto aan krijgen. Ook met oog op klussen die ik heb. Ook met oog op dat we video's willen maken in verschillende steden. En dat het met het OV soms best wel lastig is om daar te komen. Dus ik dacht, nu moet ik eraan gaan. Ik heb net gebeld voor mijn private lease. Inderdaad. Ja, het is spannend. Want ik heb dus nog niks gereden. Ja, ik zit wel te denken, want ze hebben wel een goede, het is wel een goede deal. Want het zit, het zit ook flex lease. Dus binnen 12 maanden kan ik ook weer eraf als ik dat zou willen. En er zit een groot scherm in, zit een achteruitkijk. Er zitten geen sensoren dan in, als ik die neem? Geen piep. Nee, geen piep. Oh god. Ik vind het wel spannend als ik dit ga doen, meisje. Misschien moeten we even naar Kia Picanto, of naar Kia dealer, even vandaag, morgen of ook zo, of iets. Maar kan je daar een proefrit maken? Ja. Dan kan ik gewoon zeggen van, ik ben wel benieuwd naar Kia Picanto, deze lijn, en dan even kijken en dan ga ik me ergens anders halen. Nee, maar ik kan toch gewoon kijken, ik hoef niet eens, als ik er gewoon even in zit, even een beetje aanvoelen en zo, ik hoef er niet eens in te rijden als het per se hoeft. Dan wel rijden als je dan toch die stap maakt. Ben je dan bang dat je hem gelijk in de prak rijdt? Nou ja, ik ben wel bang als ik hem ga rijden, ja. Nou schat, ik voel nu eenmaal spanning opkomen, omdat het ook echt zo'n ding is. Want ik moet voor 31 juli ja zeggen. Dan, als ik dat ga doen met deze, ik krijg gewoon helemaal stress. Ja, dat weet ik. Ik weet ook wel dat het goed komt. Ik belde mijn boekhouder op om te vragen of dit überhaupt mogelijk was dat ik een auto zou gaan leasen. Hij zei dat het kon en ik wist al snel wat voor soort auto ik wilde. Maar ik wilde er even naar gaan kijken, dus afgelopen zomer zijn we gaan kijken. We zijn onderweg naar de Kia dealer. Eigenlijk wilde ik het nog niet gaan doen, maar die actie is best wel goed. We moeten gewoon daar naartoe gaan en kijken hoe de Kia Picanto eruit ziet. Of het wat is. Ik ga nog niet rijden, want ik heb namelijk geen rijbewijs bij me. Maar ik wilde wel even gaan kijken. Leek me wel een goed idee. Nu wordt het ineens realiteit en dan vind ik het ineens spannend worden. En dan denk ik, wil ik dit wel? Maar ik weet wel dat ik het wil, want ik wil namelijk gaan rijden. En anders kan ik altijd nog na een jaar van het contract af. Een auto verkopen is wat lastiger, maar een contract afzeggen is makkelijker. Want dan leef je hem gewoon weer in en dan is dat gedaan. Maar daar heb ik in ieder geval een jaar om er echt aan te gaan wennen. Ik denk dat ik binnen een maand in principe ook al gewoon goed rijden en zo hoor. Dus waarschijnlijk maak ik het veel groter in mijn hoofd als dat is. Maar toch blijft het spannend. We gaan kijken. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar het autootje. Ik wil er wel zo even inzetten hoor. In die andere GT dan. Die? Ja, dat is ongeveer hetzelfde, alleen de bekleding is anders. Het is wel een ruim autootje hè? Zeker. Ja. Nou, moeten we dan maar gaan bestellen hè? Ik zag een mooie deal en die heb ik gedaan. Alleen de auto liet even op zich wachten. Voor de 100ste keer deze week met een paraplu. De auto moet echt komen. We zijn er klaar mee. Al is het lopen wel goed voor je. Oh, nou, ik kan niet eens filmen. Lullig. Er werd gezegd dat hij in augustus al zou komen. Toen werd het september, toen oktober, toen november. En in november kreeg ik een mail van
Hij komt nog later, maar we weten niet precies wanneer. Inmiddels leven we maanden later dan de oorspronkelijke tijd dat mijn auto zou komen. De laatste weken zijn we weer vaker met het OV geweest. En zijn we nogmaals tot de conclusie gekomen dat we het OV ontgroeid zijn. Gisteren waren we naar Rotterdam en toen hadden we helemaal een hel met teruggekomen. En dan wonen we nog eens aan de metrobaan ook. Maar de metro die kwam niet of was super vol. Ik hoop dat de auto snel komt. Ik ben al aan het mediteren dat ik wat rustiger in de auto ga zitten. Dus ik ga al visualiseren en zo. Ik heb er namelijk wel zin in. Nou, zeker. Ga je nog even een angstrijlesje tegenaan? Angstrijlesje, ja, dat ga ik ook nog wat doen. Maar ik wil in eerste instantie dat hij er is. Dat ik erin kan zitten en dat ik er al zelf mee kan rijden. Want op zich durf ik hier wel mee te rijden. Daar gaat het niet om. Het gaat echt om de snelweg. Maar ja. Tot die tijd zitten we nog op de scooter, maar we zijn ook wel een beetje klaar met scooter. Zeker in de kou, is niet leuk. Zijn we ook alweer klaar met de scooter? Nee, ik vind de scooter nog steeds leuk. Nee, maar ik vind het wel leuk. Nou wel, we waren de laatste weken hadden we er niet zo zin in. Maar toen die helmplicht inkwam, toen dachten we al van, nou ja, daar gaat de vrijheid met de scooter eigenlijk. Ja. Want je kan aan je haar niet doen, bij jou is dat echt funest geweest. Ja joh, ik ben gelijk er kalend van geworden. Nou, ik zou niet eens raar opkijken, maar... Hij is kaal geworden van de helmplicht. En... dat is die vrijheid is dan weg. Dat je lekker even op de scooter stapt. Haren in de wind. Dus die haren kunnen niet meer in de wind. Zo'n grote helm opgesloten op zo'n ding. Ik heb geen haar meer die in de wind kan nu wel. En in december kreeg ik een mail. Hij komt eind februari. Wellicht. 2 weken geleden werd ik op vrijdagmiddag om 5 uur gebeld. En bleek die al snel te kunnen komen. Oké, nou dankjewel. Oké. Ja, fijn weekend. Joe, hoi. Ik zei het net tegen je. Hoor je nog wat ik zei? Ik was vanmiddag, zaten op de scooter. Ik zeg, ja, ik had een beetje het idee dat hij van deze week binnen zou komen. En toen zei hij van, nou, het kan nog. Toen dacht ik, nou, dat kan niet. Maar letterlijk, want hij zegt nog een paar uur. Het is nu letterlijk 5 uur. En ik word gebeld dat volgende week woensdag de auto er is. Zo. Ik voel ook nog gelijk een beetje spanning opkomen. Nu ik dit opneem, heb ik de auto al 1,5 week. Het is tijd. Maar ik zie hem nog niet. Ik begin ineens me druk te maken. Ik denk, oh god, ik moet nu gaan rijden ook. Maar goed, het waait ook nog eens fucking hard vandaag. Oké, jongens, het is net afgeleverd. De man die hem hierheen is komen brengen, die stond erbij, dus kon hier filmen. Maar hij is, wat vind je ervan, schat? Mooi. Hij is vet, hè? Ja. Huh? Waar staat hij, ons mannetje? Is toch bizar? Is bizar, hè? Ja. Maar ga zitten, meid. Zo, zit er recht, schat? Wat zit er recht? God. Ja, hij zit zo recht, dit ding. Is dat niet normaal? Wat is er nou? Niks. Oh, ik heb even gordel om. Leuk hè, dit. Jeetje, wat een super luxe autootje hè, trouwens, als je er zo naar kijkt. Ja. Wat vind je er nou van? Cool. Kan ik deze ook nog oppompen of zo, dat hij omhoog komt? Oh. Ja, dat hendeltje zit aan de zijkant, denk ik. Nee, niet naar achteren. Dit. Dat ik niet zo zit. Dan moet je naar achteren. Dan moet je, die hand en hendel aan de zijkant. Aan die kant? Die? Ja, die hendel. En dan zo. Ah, oké. Zo is het beter. Oh, trouwens. Ik heb mijn eigen nummerplaat. Wel jammer dat er geen vet gezellig op stond. Ja, dat dacht ik ook toen ik hem zag. Onze eerste keer in de auto, schat. Zie je ervan? Bizar. Ik durf niet te gaan rijden. Nee? Nou, durf ik het wel? Lekker touchscreentje hoor, dit. Vind je niet? Ja, doet het goed. Pa-p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 a-
zitten voor het eerst in de auto. Oh, ja, nou best goed. Hoe gaat hij dit doen dan? Nou jongens, we zitten voor het eerst. Steeds bij de luxe toch? Ons favoriete playlistje, schat. Komt ie. Zo. Ja. Yeah. Dit is wat we wilden, toch? Ja. Even een foto doorsturen. Naar Sof? Naar al mijn family members. Ja, ik zeg het dus tegen mijn familie nog niet dat hij er is. Ja. En rijden nu. Die hebben geen contact met elkaar. Ja, is goed. Nee. Je mag echt niet. Dat mag echt niet. In de eerste instantie wilde ik deze video maken aan het einde van mijn proces, maar het leek me ook wel mooi omdat heel veel mensen last hebben van rijangst. Volgens mij meer dan 1 miljoen mensen in Nederland, dacht ik, misschien is het mooi om jullie wat meer mee te nemen ook in de vlogs. Dus de komende tijd zullen in de vlogs ook dingen over mijn rijangst zitten. Ook gewoon leuke dagjes weg en dat soort dingen, maar ook over mijn rijangst, omdat ik het belangrijk vind om dit te delen. Ook omdat ik het fijn vind om tips te krijgen. Dus mocht jij tips over rijangst hebben, dingen die ik misschien nog zelf niet heb gezien, laat het vooral weten. Nou, we kregen dus de auto geleverd en we zijn gelijk gaan rijden. Nou, doe rustig aan. We hebben CI hier van tijd. Hou je nu de rem ingedrukt of zo? Natuurlijk. Ja, ik vraag het gewoon omdat ik het voor mezelf handig vind. Oké. Hij gaat eerst even connecten.
Wat doe je nou? Even wachten, die gaat die kant op. Nee. Zo, die remt echt fucking snel. Ja, zeg het maar, hoe ging het? Ja, je rijdt echt heel netjes. Ja? Ja. Ja, kijkt nog... ook goed. Ja, ik probeer het wel. Het is, ik vind het intens, maar het lukt me wel. Ik voel me wel veilig. Ja? Ja, ik heb wel echt het idee dat je oplet. Zo lekker hè, dat we nu gewoon... Want we hebben dus nu spullen bij ons. Meegenomen. Die stonden al een tijdje bij ons thuis. En ik dacht van ja, dat doen we wel als we de auto hebben. Maar ja, die zou eigenlijk pas over een maand komen nu. Maar ja, nu is die er al. Dus dat is mooi. Oh, is dat wel raar? Ik had hem even rond. Gedraaid. Ik stond zo recht. Ja? Maar je stuur stond toch gedraaid? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Nou, hij is heel... gevoelig. Heel gevoelig. Hij past wel bij ons toch, als hij heel gevoelig is. Laat eerlijk zijn. Zijn wij ook. Zo bizar dit, hè? Dat we gewoon nu een auto hebben. Het voelt wel lekker, hè? Je voelt wel lekker, maar ik moet hier wel echt even aan wennen. En de dagen daarna zijn we nog wat stapjes gaan zetten. Ik ga er wel beter op als er niemand achter me zit. Dat moet ik wel zeggen. Ja, dat is ook lekker. Heb jij dat ook? Ja. Krijg je zo een spanning van? Eigenlijk is er niks aan de hand. Gebeurt weinig. Nee, maar dat is mijn lichaam, joh. Mensen rijden hier echt een stuk harder. Ja. Dat wist ik, ik wist niet dat het 50 was, maar toch al dat 80 was. Omdat of 60. 60 dacht ik eigenlijk eerst. Toen ik zag, word ik gestrest van als iemand achter me staat. Soms wel. Oh, die staat ook echt een scooter, motor of zo. Ja. Maar gewoon heel rustig door die brug heen. Ja, dat is waar. Ik merk dat ik het autorijden heel erg leuk vind. Ik hou echt van autorijden, ik vind het leuk om te doen. Maar de angstsymptomen die ik krijg, die maken het me eigenlijk heel erg lastig. Uiteindelijk wil ik op de snelweg rijden als eerste gaan oefenen met een rijinstructeur. Met de instructeur die Guylaine nu heeft. Ik hoop dat ik daardoor wat zelfverzekerder word eigenlijk om op de snelweg te durven rijden. Ik weet dat ik het allemaal kan, want ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. En het lukte me echt toen goed. Ik ben heel blij dat ik een auto heb. Ik ben blij dat ik ook steeds zekerder word in de auto. Ik ben überhaupt blij dat ik steeds zekerder word in het leven, maar de auto geeft me een bepaalde vrijheid en daardoor kan ik ook dingen ondernemen, heb ik meer vrijheid om te staan en gaan waar ik wil. Maar het afgelopen half jaar heb ik natuurlijk best wel wat slechter in mijn vel gezeten, dus dat draagt niet echt bij aan dat ik me zekerder voel. Uiteindelijk moet ik dus mijn zekerheid wat meer oppompen, dus wat zelfverzekerder worden en de angsten nog steeds blijven aangaan. We zijn ook afgelopen zondag gaan rijden in de ochtend en ik merkte dat dat al iets makkelijker was. Vandaag ga ik weer met de auto naar kantoor, maar dat is niet zo boeiend, dus gaan we een dag verder in de tijd. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik voor het laatst gereden heb dat jullie gezien hebben. In de tussentijd ben ik iets gespannener weer geworden. Why? We don't know. Nou, dat weten we. Wat dan? Wat was het? Eerst wel de spanning even toenemen, denk ik. Of je echt deelneemt aan de weg. Ja, dat is wel waar, ja. Maar het is nu zondag. En dit is de eerste keer dat we de auto gaan gebruiken voor iets waar we even zin in hebben om heen te gaan. Want we gaan even naar een, hoe noem je het ook weer? Een rommelmarkt. Rommelmarkt. Ik merk dus dat ik goed kan rijden, maar dat ik steeds gespannener begin te worden. Terwijl ik het aan het doen ben. Why? I don't know. Het is wel heel onhandig. Ik had verwacht dat het binnendoor wel wat makkelijker zou gaan, maar ook dat vind ik toch best wel lastig. En hoe voel je het gaan? Goed. Ja, het ging nu wel iets beter, vond ik zelf ook. Ja. Ik denk dat ik zoveel geluld heb, of niet? Het zou wel kunnen dat je me een beetje afleidt, is altijd wel goed, ja. Jij zit troosteloos? Ja. Als Leidschendammer vind je dit ook troosteloos? Ik ben hier opgegroeid als Leidschendammertje. Daar heb ik op middelbare gezeten. Je beste tijd van je leven, toch? De grootste hel van mijn leven. Daar moest ik sporten, daar ben ik nu in gegaan. Oh jeetje. Dus eigenlijk breng je terug naar de plek. Ja. Wat tof joh, dat je hem aan hebt gewoon. Hier hebben we niks gevonden helaas. Helaas. We zijn er weer hoor. Dingen gekocht. Ik ga ze even laten zien in de auto. Wel geslaagd uiteindelijk. Shoplog! Wel leuk dat we dat een keer in de auto kunnen doen, hè? Vind je? Shoplog. Ik heb boekensteunen. Hij is wel echt heel cute. Vind je niet? Doe hem er eens naast, die Wierik. Kijk hoe cool deze is. Dit is echt... Ik hou echt van dit soort dingen. Hij is wel een beetje professorisch vastgeplakt. We gaan het gewoon lekker ophangen. Maar ik vind hem echt heel cool. We reden naar huis en ik probeerde nog iets uit wat ik online had gezien. Moet mijn brein soms namelijk tracken, heb ik begrepen. Ja? Dat je gewoon iets gaat doen wat je niet verwacht. Omdat je nu al dacht van ik ga naar huis. En
Dat ik nu denk, nee, we gaan nog even deze. Mijn brein raakt je helemaal van in de war. Snap ik, mijn brein ook. Ik heb dat als tip, heb ik dat gekregen. Of ik zat een YouTube-video te kijken. Die zei van, je moet je brein niet geven wat die... Je moet hem soms even denken van, oh, hè, wacht. Ik ging voor ergens anders heen. Kijk, en nu voel ik de spanning weer extra opkomen. Dat is goed, toch? Geweldig. Waar ga je heen? Even naar dat parkeerterreintje waar we vorige keer ook waren. Ja, ik heb dus begrepen dat als je, als je met rijangst zit, dat je je mind soms eventjes niet moet geven wat die denkt dat hij krijgt. Dus als je dan denkt van oké, ik ga daarheen en dan ineens change of plans, dan, en dat gaat goed, dan kan je dus blijkbaar eerder je angsten wegkrijgen. Omdat je hem getricked hebt eigenlijk op die manier. Oké, ja, want dan leer je eigenlijk dat in onverwachte situaties het ook goed gaat. Ja, ja, dat denk ik. Dus je moet soms, daarom is het ook belangrijk om niet elke keer hetzelfde weg te rijden. Ja. En elke keer iets, of proberen iets anders erbij te doen. Ja. Zodat je, je hersenen traint om daarmee om te gaan. Ik vond het best een interessante tool om te gebruiken. Dus ik wist ook niet, ik weet ook niet of het werkt. Maar ik vond het best wel dat ik dacht, oh ja, dat klinkt op zich wel logisch. Ik heb zo YouTube-video's van Amerikaanse mensen die dus uitleggen met rijangst wat je dan het beste kan doen. Oké. Okay. En daar had ik ook de tip uit van dat je niet elke keer dezelfde wegen moet gaan rijden. Want je zou zeggen van ergens waar je angstig bent, daar ga je dan de hele tijd rijden. Ja. Maar dat is dus niet handig. Nee? Nee, dat blijkt niet handig. Dan is het een goede ervaring en dan moet je het bij laten of zo. Nee, ook als het een slechte ervaring is. Gewoon, je moet het eigenlijk niet de hele tijd hetzelfde willen doen. Okay. Dit was het dan, de video over de auto. En de komende weken ga ik jullie in vlogs meenemen in mijn rijangst. Kijken hoe we dat allemaal aan gaan pakken. En mocht je tips hebben, laat ze vooral hier beneden achter. Tot volgende week.